Op het moment dat ik een cirkel teken, dan kan ik altijd bepalen wat de diameter is. De diameter gaat altijd door het middelpunt van de cirkel. En ja, dat betekent dat je van een punt van de cirkel door het middelpunt naar de andere kant van de cirkel loopt. Als ik een cirkel zou tekenen met een diameter van 1, bijvoorbeeld ik zeg maar iets 1 meter, best wel, een, best wel een grote cirkel. En ik zou de lengte van de bijbehorende cirkelrand gaan opmeten, oftewel de omtrek van de cirkel. Dan zou ik ongeveer uitkomen op 3,14 meter. Nou, als ik die op elkaar deel, dan krijg je 3,14 gedeeld door 1. Dat is 3,14. Als ik nou een cirkel zou tekenen, waarbij de diameter 3 meter is. En dat mag je voor jezelf proberen als je me niet gelooft. Dan kom ik op een omtrek uit van ongeveer 9,42 meter en. Die ga ik ook eens op elkaar delen, 9,42 gedeeld door 3. Wat je als het goed is opvalt, is je komt op hetzelfde getal uit. En daar is natuurlijk de formule voor de omtrek van een cirkel op gebaseerd. Als ik ga kijken naar de omtrek gedeeld door de diameter, dan komt daar een vaste waarde uit. En die vaste waarde, dat is 3,1415 enzovoort, dus dat is eigenlijk een getal met oneindig veel decimalen. Dat houdt nooit op. En daarvan hebben we gezegd, die constante, dat noemen we pi. Dus als je je afvraagt, waar komt pi vandaan? Ja, dat is letterlijk de naam die gegeven is aan de constante die er altijd uit blijkt te komen als je de omtrek van een cirkel deelt door de diameter van een cirkel. Daarvan hebben we gezegd, dat is pi. En dat is een vast getal. Welke cirkel ik ook teken, als ik de omtrek opmeet en ik delen door de diameter van die cirkel, dan zal je altijd uitkomen op π. Nou, dit systeem dat gaan we toepassen op driehoeken. Ik teken hier een rechthoekige driehoek. Ik teken een rechthoekige driehoek A, B, C. En ik ga er eventjes bij schrijven. Dit hier, dit is een rechte hoek. En er is gegeven dat dit hier een hoek van 30 graden is. Nou, als ik dat ga doen, en ik heb hier een hoek van 30 graden, dan zou ik kunnen zeggen, nou, ik kies ervoor dat ik de lengte van BC gelijk stel aan 1. En wat blijkt te gelden? Als ik dit op deze manier teken, als ik hier een lengte van 1 pak, en dit moet 30 graden zijn, en er moet een rechte hoek in zitten, ja, dan is de bovenste hoek hier natuurlijk 60 graden. Denk aan hoeken som 380 min 30 min 90 is 60. Dan blijkt AC altijd een lengte te hebben van 2. Nou, even voor de begripsvorming. Als ik kijk vanuit hoek A, vanuit die hoek van 30 graden, dan is dit de aanliggende rechthoekszijde. 1 is dan de overstaande rechthoekszijde. En 2 dat is de schuine zijde. Ik kan nu gaan kijken naar wat is bij deze driehoek de verhouding tussen BC en AC. Eigenlijk soortgelijk als dat ik hier boven net gedaan heb met de omtrek en de diameter. Ik ging dat ook op elkaar delen en dat ga ik nu ook doen. Je ziet, dat is een half. Nu ga ik een andere driehoek tekenen, die er wel een beetje op lijkt. Maar wat ga ik nou doen? Ik ga één ding veranderen. Ik kies hier nog steeds een hoek van 30 graden. Het is ook nog steeds een rechthoekige driehoek, maar ik ga nu ervoor zorgen dat zijde BC gelijk is aan 2. En ga dat maar voor jezelf tekenen. Dan zul je met 100% zekerheid zien dat de lengte hier gelijk is aan 4. Ook nu geldt dat dit de aanliggende rechthoekzijde is, zijde AB. Dit is de overstaande rechthoekzijde. En dat is dadelijk belangrijk, het verschil tussen aanliggende rechthoekzijde en overstaande rechthoekzijde. De aanliggende rechthoekzijde die zit dus altijd aan de hoek vast ten opzichte van waar je het aan het bekijken bent. En dat kan overigens nooit de rechte hoek zijn. Je kunt, je kunt het eigenlijk alleen maar bekijken vanuit, in dit geval de hoek van 30 graden of vanuit de hoek van 60 graden. Maar vanuit de hoek van 30 graden is AB de aanliggende rechthoekzijde en is BC de overstaande rechthoekzijde. Maar nu ga ik nog een keer... Deze verhouding uitrekenen, bc gedeeld door ac. Nou, dat is nu 2 gedeeld door 4, maar wat geldt, dat is ook gelijk aan een half. Dus er is eigenlijk iets soortgelijks aan de hand wat we met pi zagen. Er is alleen wel meer aan de hand. Want deze verhouding half, die kan ik eigenlijk koppelen aan een hoek van 30 graden. Maar als ik die hoek verander, als ik daarvan maak 31 graden, dan komt er niet meer een half uit. Maar wat wel altijd geldt, en dat is wel supermooi bij rechthoekige driehoeken. Als ik de hoek weet, dan ligt de verhouding vast. We zien er namelijk bij een hoek van 30 graden, hoe ik die ook teken, de verhouding zal altijd een half zijn. Er is dus een 1-op-1 correlatie te maken tussen de hoek en de verhouding van de overstaande rechthoekzijde en de schuine zijde. Ik zou mezelf dus de volgende vraag kunnen stellen: welke. Ik schrijf het even een keer helemaal op. Welke verhouding heeft de overstaande rechthoekzijde ten opzichte van de schuine zijde bij een hoek van 30 graden? Nou, als je dit altijd moest opschrijven, dan zou je helemaal gek worden. Wat is dit een lange zin? Ja, in de wiskunde houden we daar niet van. We willen zaken wat korter opschrijven. En deze hele zin kan ik omvatten op een hele korte manier. Door te zeggen: de sinus van 30 graden is een half. Dat bedoel ik dus exact hetzelfde mee als de bovenste zin. Welke verhouding? Wat is dus de deling van de overstaande rechthoekzijde gedeeld door de schuine zijde zodra de hoek 30 graden is? En dat staat hier dus eigenlijk. De sinus van 30 graden is een half. Nou, en hier gaan we mee verder. Dus houd dit goed in je achterhoofd. Want we kunnen niet alleen zo'n verhouding maken voor de overstaande rechthoekzijde gedeeld door de schuine zijde. We kunnen ook zien, op eenzelfde manier had ik dat kunnen aantonen, dat er ook altijd een vaste verhouding geldt voor de aanliggende rechthoekzijde gedeeld door de schuine zijde. En ook de overstaande rechthoekzijde gedeeld door de aanliggende rechthoekzijde. En dat is natuurlijk respectievelijk sinus, cosinus en tangens. Dus daar gaan we mee verder. Ik ga weer even wat ruimte maken. Nou, wat was vroeger het geval? Vroeger had je tabellenboekjes. En dan stond hier een bepaalde hoek. En hier stond de sinus van die hoek. En daar stond de cosinus van die hoek. En daar stond ook de tangens van die hoek. Zo stond er bijvoorbeeld bij 0 graden, bij de sinus, 0,000. En bij de cosine stond 1,000. En bij de tangens stond 0,000. En zo stond er wat, wat meer. Bij 1 graden stond er bijvoorbeeld 0,017. En 1,000. En 0,017. En zo ging dat door. En dan zie je op een gegeven moment ook ergens 30 graden staan. En dan zie je, oh, dat is gelijk aan een half. En de cosinus is gelijk aan 0,866 en de tangus is gelijk aan 0,577. Het was vroeger dus mogelijk om in een tabellenboekje op te zoeken, als de hoek gegeven is, wat is de sinus van die hoek? En de sinus van die hoek moet je dus zien als wat we net hebben gezien, wat is dus de verhouding van de overstaande rechthoekzijde gedeeld door de schuine zijde? Nou, daar is een handig ezelsbruggetje voor. Waarmee je het kunt onthouden. En dat is het ezelsbruggetje. Sos, cos, toa. De beginletter dat staat respectievelijk voor sinus, cosinus. Ik prop het er een beetje tussen. En voor de tangens. En zo kun je voor jezelf onthouden wat je moet kiezen. We zijn begonnen met de sinus. En dat is de verhouding van de overstaande rechthoekzijde gedeeld door de schuine zijde. De cosinus, dat is de verhouding van de aanliggende rechthoekzijde gedeeld door de schuine zijde. Vandaar dat ik goed onderscheid moet maken tussen aanliggende rechthoekzijde en overstaande rechthoekzijde. De tangens dat is de verhouding van de overstaande rechthoekzijde gedeeld door de aanliggende rechthoekzijde. Nou, vroeger moesten ze dit met tabellenboekjes doen. Maar wat als je nou een hoek hebt van grade 0,1 graden of 0,01 graden? We zijn tegenwoordig een heel stuk verder op dit gebied en dit kun je gewoon met je rekenmachine uitrekenen. Nou, dan gaan we nog naar een voorbeeld. Ik ga even wat ruimte maken zodat het ook erop past. Dus de vierde stap wat ik met je wil lopen is een voorbeeld. Ik teken weer een rechthoekige driehoek. En wat doe ik? Ik teken hier alpha. Ik teken hier een rechte hoek. En ik teken hier abc omdat alfa gegeven is, ga ik erbij zetten ten opzichte van alfa is dit de aanliggende rechthoekzijde. Dan is dit de overstaande rechthoekzijde. En dan is dit altijd de schuine zijde. Nou, denk maar even terug aan Sos TOA. Je kunt het ook naast elkaar opschrijven. Dit staat voor de sinus, dit staat voor de cosinus en dit staat voor de tangens. Nou, waar is de sinus van alpha nu gelijk aan? De sinus moet je dus bedenken, zoals, dus dat is de overstaande rechthoekzijde en dat is BC, gedeeld door de schuine zijde en dat is AC. Dus binnen een rechthoekige driehoek kan ik altijd hier gebruik van maken. Ik kijk altijd naar welke hoek is gegeven. Dan kun je in gedachten, wat ik hier in het blauw heb gedaan, voor jezelf nagaan. Wat is nou de aanliggende? Wat is de overstaande rechthoekzijde? En dan kan ik hem altijd op deze manier invullen. En we zien dat er dus een 1 op 1 koppeling is tussen de hoek en de verhouding. Zodra je de hoek weet, ligt de verhouding vast. En dat kun je ook altijd met de rekenmachine uitrekenen. Dus typ maar eens op de rekenmachine de sinus van eh, bijvoorbeeld 30 graden in. Dan zie je dat de rekenmachine jou precies 0,5 geeft. En doe maar de sinus van 60 graden Nou. Daar komt een half wortel 3 uit en in jouw rekenmachine staat dan de helft van wat wortel 3 is. Ja, dus typ maar de sinus van 60 in, druk je op enter. Doe maar een half keer wortel 3, druk ook maar op enter. En dan weet ik dat er hetzelfde uitkomt met jouw rekenmachine op radiale staat. Um, dan gaan we nu verder. De cosinus van alpha. De cosinus van alpha dat is gelijk aan... Gaan we hier weer kijken, de aanliggende rechthoekzijde, dat is AB, gedeeld door de schuine zijde, en dat is AC. En de laatste verhouding, dat is de tangens, dat is de overstaande rechthoekzijde, dat is BC, gedeeld door de aanliggende rechthoekzijde, dat is gelijk aan AB. Dus dit kun je heel makkelijk afleiden met SOS-COS-TOA. Nou, de allerlaatste stap, wat ik dus wil dat je hier realiseert, dat is dat er een 1 op 1 koppeling is. Tussen een hoek en de bijbehorende verhouding. Nou, de hoek, daar kun je bijvoorbeeld alfa voor gebruiken, of beta, of gamma. En een verhouding, dat kun je zien als je bent twee zaken door elkaar aan het delen, A en B. Wat we gezien hebben is, op het moment dat de hoek bekend is en je wilt de verhouding weten, dan hoef je de hoek maar in te vullen bij de sinus, de cosinus of de en andersom kan dit ook. Dat heet netjes, in de wiskunde heet dat de arcsinus. En wat bedoelen we daarmee? De omgekeerde sinusbewerking. Dus is de verhouding bekend, dan kun je deze verhouding altijd invullen bij de arcsinus. Arc sinus. De arc cosinus en de arctangens. Je moet dat dus hetzelfde zien als plus en min. Die doen elkaars tegenovergestelde. Ja, dus kan ik hier ook nog even opschrijven. Als je bijvoorbeeld dit hebt, ja, je hebt 30 en je doet plus 2 en je doet min 2, dan zit je weer bij 30. Nou, stel, je begint met 30 graden en je pakt de sinus van 30 graden, dan krijg je de verhouding uit. Maar als ik nou de arcsinus pak van deze sinus dan doe ik dat teniet, en dan zit ik weer terug bij 30 graden. Je moet het dus zien als omgekeerde bewerkingen. Met de sinus kan ik van de hoek naar de verhouding, en met de arcsinus kan ik van de verhouding weer terug naar de hoek. Dat is wel heel belangrijk om je te realiseren. Op de rekenmachine vind je dat door de shift-knop in te drukken, en boven de sinus staat dan sinus tot de macht min 1, bij de cosinus staat cosinus tot de macht min 1, en bij de tangens staat tangens tot de macht min 1. Dit zou ik echter nooit opschrijven. Er is namelijk nogal wat discussie over dat dit qua notatie eigenlijk niet klopt. Want dit suggereert sinus tot de macht min 1 en dat zou dan 1 gedeeld door sinus tot de macht 1 zijn. En dat klopt niet, want dat is niet hetzelfde als de omgekeerde sinusbewerking. Dus dit is hoe het op de rekenmachine uitziet. Maar ik zou dat persoonlijk nooit opschrijven. Als je al iets opschrijft, schrijf dan arc sinus op. Dan weet je dat dit ook eigenlijk ja, wiskundig helemaal klopt wat je aan het doen bent. Hopelijk was dit voor jou een fijne introductie voor de sinus, cosinus en de tangens. Heb je ook zaken geleerd die je nooit gerealiseerd hebt? In mijn volgende video's ga ik hiermee verder. Nou, abonneer je op mijn kanaal, dan blijf je altijd op de hoogte van de laatste video's.